Deze kamer is opgedragen aan de bemanning van de short stirlingbommenwerper BK-17. En dit vliegtuig is op 26 mei 1943 door een Duitse nachtjager aangeschoten, 40 kilometer noordwest van Texel. En ja, wat er gebeurd is, dat zal altijd een raadsel blijven, maar de restanten van het vliegtuig zijn teruggevonden in het IJsselmeer bij Marken, in de Kuil van Marken. En toevallig, eind 2008, moest de reddingsboot van Marken een boot in nood helpen. En toen met het anker ophaalden ze daar een stuk ijzer aan, waarvan men dacht dat is mogelijk van een vliegtuig. Men heeft ons erbij gehaald, de Aircraft Recovery Groep 1940-1945. En wij herkenden dat stuk als een onderdeel van de aandrijfmotor van het hoofdlandingsstel van de Stirlingbommenwerper. We zijn in begin 2009 met duikers op die vindplaats gaan zoeken. En al heel snel bleek dat daar de restanten van het hele vliegtuig op de bodem van het IJsselmeer lagen. Binnen 2 dagen vonden we een plaat, een huidplaat van de romp. En bij het schoonmaken bleek daar het registratienummer van het vliegtuig op te staan. Dus dat was eigenlijk een speld in een hooiberg. Dus binnen 2 dagen wisten we de identiteit van het vliegtuig. En wisten we ook dat er nog 6 vermiste vliegers geregistreerd staan op dit vliegtuig. Dus we zijn al sinds die tijd zijn we op die plek bezig met een onderzoek. Om te kijken of nog restanten van die vliegers te vinden zijn. En we proberen de gemeente Lelystad, waar het stuk IJsselmeer onder valt, te bewegen. Het vliegtuig op te graven, zodat de vliegers een begrafenis kunnen krijgen die ze verdienen als mensen die hun leven gegeven hebben voor onze bevrijding. We hebben van 6 van die vermiste bemanningsleden hebben nabestaanden op kunnen sporen als stichting. Die zijn allemaal over geweest. Daar zijn we mee met een boot naar de crashplaats gegaan. Die hebben bloemen gelegd op de crashplaats. Een van de bemanningsleden een van de nabestaanden heeft zelfs de as van zijn moeder daar uitgestrooid. Zodat hij symbolisch zijn ouders heeft herenigd. En op 26 mei van dit jaar, exact 72 jaar na de crash, is hier deze kamer geopend. Suited your fancy, you'd ask for stars in the sky. I wonder why you aim so high. That part of your personality loses reality. All I've got is
Francie, haven't any treasures but Francie. Life has many pleasures you can't see till you're in love. You'll never know. Jullie hebben een hele mooie bouwplaat gemaakt. Van wie is dat idee en hoe lang ben je ermee bezig geweest? Nou, het was eigenlijk mijn idee. En ik ben er zo 2 maanden mee bezig geweest. Ik moest ook heel veel nog erbij kopen. En dat hebben we ook gedaan. Dus zo zijn we een beetje op het idee gekomen. En we hebben ook een spreekbeurt en een werkstuk over dit voortgehouden. Dus daarom zijn we ook een beetje op het idee gekomen. Heb je er een goed cijfer voor gehad? Voor onze spreekbeurt hebben we 10 gehad. Keurig netjes. En jullie fort, die blijft nou keurig netjes in het museum staan? Ja, en we hebben afgesproken dat als het heel erg druk wordt, dan wordt deze aan de kant gezet. Omdat het natuurlijk allemaal los zit, je kan het zo van elkaar afhalen. Dus daarom hebben we het eigenlijk gezegd tegen de mensen van het fort, dat als het te druk wordt, dat ze het dan weghalen.